Ja, Wagenpark in Profit. Allereerst, het is vanochtend al even genoemd. Niet eerlijk, want ik wil dat gaan benoemen. We hebben een nieuw veldje toegevoegd. Energielabel. Er zijn verschillende plekken in het product waar wij nieuwe veldjes hebben toegevoegd. Aan bijvoorbeeld eigenschappen van een bepaald ding. Om jullie meer inzicht te gaan geven in jullie dashboard. Dat is puur ter verrijking van de informatie. Dus hoe vaker ik, hoe meer veldjes ik hier in theorie vast zou leggen, hoe rijkere dashboards ik krijg. Als jullie nou echt goed gaan houden aan de invulling van deze velden, zul je ook zien dat jullie dashboards steeds krachtiger ingezet kunnen worden. Nou, voor de auto geldt dat, energielabel. Wat mooi heeft jullie laten zien, hè? Verkijk niet op CO2-uitstoot, kijk ook naar label. Daarnaast, wie weet wat dit is? Dossier op Wagenpark natuurlijk, hè? Al die post-its. Dit is een wens die uit de inspraaksessie naar voren kwam. Jullie willen graag dossier vast gaan leggen op een auto. Nou, dat hebben we gebouwd. We hebben het mogelijk gemaakt om alle dossierfunctionaliteit die jullie al gewend zijn in Profit, nu ook vast te gaan leggen op de bestemming auto. Hoe ziet dat er dan uit? Je kan straks zaken als modeldocumentatie, onderhoudscontracten, boetes wat mijn part, kun je allemaal vast gaan leggen op de bestemming auto. Alles centraal op één plek. Nou, wanneer ik dan straks als wagenparkbeheerder door mijn wagenpark aan het scrollen ben, en ik kom dit tegen, dan schrik ik natuurlijk wel een beetje. Dus ja, dan wil ik natuurlijk weten, welke medewerker heeft dit veroorzaakt? Aan wie moet ik de Flitsmeister-app gaan adviseren? Zouden wij geen mooi geïntegreerd ERP-pakket zijn als we dan niet even een klein knopje toevoegen, waardoor je meteen naar de bestuurder van de betreffende auto kunt gaan? Klein details, daar zit het hem in.